Maandag 11 juli en dat hier in het park van Westmünster, het voorprogramma van Gunter Nijfs, Michael Heaven. Inderdaad, je hebt net het optreden gedaan. Tevreden? Heel tevreden. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik eigenlijk openlucht hier in Westmünster heb opgetreden. En ik vond het eigenlijk wel heel tof dat ze mij hadden gevraagd van de gemeente om op deze speciale dag te mogen optreden. And you know what I mean, it's a season. Voor onze kijkers, wie is Michael Heaven? Michael Heaven is een zanger die eigenlijk nog niet zo lang bezig is. Want eind maart heb ik mijn eerste debuutsingle gelanceerd. Dus we zijn nog niet zo lang bezig. Dus we zijn volop bezig met naambekendheid te verwerven. Nu ook met de nieuwe single die gelanceerd is, Zeg het mij. Die geproduceerd is door Gary Hagger, waar ik wel heel trots op ben. En toen kwam jij, Jennifer Jennings, en dan ze niet. Als de lente voorbij, oh jij kwam, Jennifer Jennings, en dan zo lief als de lente voorbij, voorbij. Het debuutsingeltje was in maart, een nummer van Charles Aznavour. Ja, dat klopt. Het nummer She, daar hebben we onze eigen bewerking van gemaakt. En het heeft eigenlijk op de vrije radio's heel goed gedaan. Het heeft zelfs nummer 1 behaald bij Text Radio. Dat is ook wel een van de grotere vrije radio's. Dus ik ben er heel blij om. She, who always seems so happy in a crowd. Whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. Nu de zomersingle, Zeg het mij. En de heel bekende melodie, Quando Quando. Dus we hebben er een volledig nieuw arrangement op gemaakt. Het moest van mij zomers en zwoel klinken. Dus we hebben daarom veel gebruik gemaakt van percussie, van allemaal die zomerse Latino-geluidjes. Dat toch een volledig nieuwe elan geeft aan die bestaande song. Dat toch eigenlijk uit de jaren 60 al dateert. Zonder wachten kan ik niet. Zeg het Quando Quando. Hoe was het werken met Gary Hagger? Heel fijn. Het is een hele aangename mens. Ik heb er ook al heel veel van geleerd. Gary Hagger is toch zeker behoort tot de top hier in België. Fantastische mens. En ik vind het enorm fantastisch ook dat hij jong talent ook aanmoedigt en steunt ook. Je hebt het repertoire Tom Jones zingen, Bert Humperdinck. Engelstalig ligt jou heel goed dat samen? Ja, Engelstalig is van jongs af aan dat ik er eigenlijk ben ingerold geweest bij mijn grootouders thuis. In mijn platen te luisteren van Engelbert Humperdinck en Tom Jones. Dus eigenlijk is dit... Ik ben eigenlijk nog maar pas bezig met mijn Nederlands te zingen. Of mijn Nederlandse songs in mijn repertoire te steken. Hoe ziet de zomer van 2011 nu er nog uit? Het ziet er heel spannend uit. Er staat van alles op het programma. Ook de single die maar net gelanceerd is. Dus wij hopen echt om een goede plaats te behalen in de hitlijsten. En ook om zoveel mogelijk op te treden deze zomer. Oh, liefste, zeg het mij.